Weet je, meestal vraag ik aan mensen als ik een lezing haal van waar vind je in IJmuiden of Velsen nog iets terug van Pieter Vermeulen? En weet, noem, kun je een paar dingen noemen dat je Pieter Vermeulen in Velsen tegenkomt? Pieter Vermeulen misschien? Ja, daar zijn. Ja, goed. Ja, daar zie je vlakbij, hè, bij het Velsen College, Technische School. Ja, dat is nummer 2. Weet je het mooi? Nou kijk, hier de Biezen heet die begraafplaats. Oh, ja, die ken ik wel. En daar is Pieter Vermeulen begraven. Kijk, hier zie je dan zijn grafsteen. Zie je? Hier rust Pieter Vermeulen, oud hoofd der christelijke school te Velzeroord. Zo heet dat hier toen in 1843, dat is een lang geleden, en gestorven in 1923. Hier is een foutje. Het is een erg leuke foto, het is een unieke foto dit. Want hier zie je Pieter Vermeulen, hier zie je zijn vader. Geboren in 1818. Dit is mijn opa. Die is geboren in 1870. Gaan we even een stukje verder. Kijk, dit is ook wel een leuk plaatje. Dit is dan de Vermeulenschool. Die houten keet met die dakpannen. En dit is Pieter Vermeulen. Deze foto is gemaakt in, je kunt hieronder zien, in 1898. Hoe dan zo door het plafond zakt terwijl je in bed ligt. Zo arm was het daar. Ja, weet je nou ook hoe die koe eruit is gekomen dan? Ja, dat, nou ja, daar staat, ja, goede vraag voor jou. Even kijken wat hier staat hoor. Nee. Even kijken, oh ja, met behulp van de hun uit bed gehaalde buren heeft Pieterse de koe van het dak gehaald en de volgende dag heeft hij vrijgenomen van zijn werk, kreeg dus niet uitbetaald, om het dak te herstellen. Hallo, daar zijn we weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wij vonden het leuk. En we hebben er veel van geleerd. En de man zijn lekker roerjes. Doei! Doei!